Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van de Toy Soldier. En mijn eerste vondst is een spinner. Er is hier wel water hoor, maar in principe niet echt heel dichtbij. Achter me een beetje. Dus hij is wel een beetje verdwaald. Dat kan twee dingen betekenen. Maar het is nog een beetje vroeg om een conclusie te trekken. Maar dat kan betekenen dat bagger uit de sloten of uit vijvers hier opgegooid is. En dat het daarmee meegekomen is. Of we hadden een hele dronken visser die midden op het veld zijn spinner kwijt is geraakt. En ik hoop het laatste. Want meest brengt bagger niet zo heel veel goed uit dorpen. Dat is vaak alleen maar troep. Ik ben vandaag met de Quest V80. Ik kan jullie vermoeien met allemaal instellingen, maar dat ga ik lekker later doen op het moment dat hij uitkomt. Dan gaan we er echt lekker dieper op in, want er is nu toch nog niemand die hem heeft. Voor de nieuwsgierigen, ik zoek op cachet in de Hypercue en cachet is het diepste en Hypercue is het gevoeligste. Kijk, je kan bijvoorbeeld ook 5 kHz, 10 kHz, 15 kHz, 20 kHz, 40 kHz, 60 kHz. Wordt steeds gekker. En Hypercue. Waar ik me eigenlijk een beetje op focus in dit park is niet zozeer op muntjes en al dat soort dingen. Maar ik verwacht ook niet dat er hier onwijs veel ligt. Dat maakt er wel een sport om iets te vinden. En er worden hier namelijk wel ontzettend veel honden uitgelaten. Nou, hoe leuk is dit? Helaas, Pindakaas heeft dit om een hondje gezeten. Die is hem nu kwijt. En dat is ook niet gisteren verloren zo te zien. Maar het is wel leuk toch, zo'n blink blink voetje. Nee hè. Nee hè. Flugel. Dat is echt naar. Kijk wat een prachtig geluid. Ja, dat doen ze bij alle metaaldetectors hoor. Er is deze niet uniek in. Nou ja, we doen het er maar mee. €0.20. Keihard, bikkelhard hier. Maar goed. Weer een klein beetje dieper. Klein beetje dieper. Het is echt bikkelhard hier. Ik denk dat ik al zie. Nee. Al die moeite voor een stuk aluminium. Hmm.
toch nog een beetje dieper. Alweer. Alweer. Nou ben ik niet super diep hoor, maar het is gewoon knijter, 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 knijter hard hier ook. Oh, ik zie al een verkleuring waar ik helemaal niet van hou. Dat zegt vaak wel iets. Ja. Helaas, pindakaas. Weer een stuk alubililium. Aluminium. Nou, het zit me nog niet helemaal mee. 50 centjes, een klein blingblingetje en een sleuteltje. Daarentegen is het wel super lekker weer, zeg. Overdag is het een beetje te warm, maar moet je kijken, wat prachtig zo'n park. Mooi slootje hier, oh. Boterbloempjes langs de kant. Grasveldje. En er loopt bijna niemand. Achter me zitten wat jongeren een biertje te drinken, maar voor de rest is het gewoon helemaal stil hier, oh. Lekker, zeg. Nou zeg, die heeft er een hele tijd gelegen. Moet je kijken, wat een... Kijk, die zit al helemaal ingedrukt. En de verkleuring is ook best wel behoorlijk. Dat is wel een euro. En al ziet hij er slecht uit, volgens mij moet de ijsboer hem aannemen. Sorry ijsboer, het volgende raketje wordt deze. En dan in hetzelfde gat, hoe raad je het? Nee, dat raad je nooit, want het is een heel ander tijdperk. Ik denk dat dit een kwartje is. Ja, een kwartje. Dus een kwartje en een euro in hetzelfde gat. Totaal een hele andere tijdperk. Dat is toch wel toevallig, hè? En om het nog niet gek genoeg te maken, 1 cent. Tenminste, ik denk dat het 1 cent is. Maar er staat iets heel geks op de achterkant. Dus het is niet echt 1 eurocent of 1 gulden cent. Het is iets anders. Maar wel in hetzelfde gat. Ik heb heel slecht, ik heb mijn bril ook niet op hoor. Maar ik kan heel slecht zien wat er nou precies op staat. Als ik een foto maak, kan ik het misschien vergroten. Maar moet je horen. En daarom weet ik dat het geen nikkel en geen eurocent is. Want de eurocent, dat is een beetje ijzerachtig. En nikkel is ook een beetje moeilijker dan dit. Ja, ik weet nog niet wat het wel is, maar... Dus... Grappig. En weet je wat nou het leuke is? Dat maakt metaaldetectie dus nooit saai. Er zat een euro, een gulden en iets, denk buitenlands, in één gat. Nou, dat verzin je toch niet? Ik denk dat kinderen ermee gespeeld hebben of... Ik zou niet weten waarom dat, hoe dat zo bij elkaar terechtgekomen is. Daar kun je natuurlijk uren over debatteren. Debatteren. Maar dat is gewoon... Dat maakt... metaaldetectie gewoon nooit saai, omdat je gewoon nooit weet wat je vindt. Calvin Klein. Jij is een verre achterneef van me. Kijk eens wat leuk. 1979. Ben jij nog geboren in 1979? Laat het dan even weten in de reacties. Nee, alle gekheid op een stokje. Het is gewoon... Ja, ik kan dat niet uitleggen. Het is een gevoel. En een gevoel moet je over kunnen brengen. Nou, dat... Weet ik niet of mij dat lukt, maar ik word gewoon heel enthousiast van al die oude muntjes. Kom uiteindelijk in de grote pot terecht.
Maar gewoon de ervaring om het op te graven. De kick om dit tussen de treklipjes en de troep uit te pikken. En het te redden uit de verlorenheid. Jeetje, wat klinkt dat dramatisch. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk. Ik heb al een paar van deze petten heb ik verloot. Twee hier op YouTube. Nee, één hier op YouTube en twee op Facebook. Dus ik heb er al drie verloot. Deze. Prachtige pet. Dit is mijn Lucky Cap. Die kunnen jullie ook dragen om mij te supporten. Ze zijn te verkrijgen niet bij mij, maar bij Koistra op de website. Want dat vond ik wel zo makkelijk. Dan hoef ik niet elke keer alles op de post te doen. En zij hebben een webwinkel. Dus voor hun gaat het in één streep door. En voor mij is het gewoon veel makkelijker. Maar je support mij wel door zo'n pet te dragen. Er zijn er maar een x-aantal. Er zijn er 50 op dit moment. En op is op. Ze zijn niet onwijs duur. Maar te verkrijgen op de website. Ik zal een linkje in de beschrijving doen. Dan kan je daarop klikken. Dan kom je gelijk bij de pet uit. Dat is misschien wel zo handig. Dat is om mij te supporten. Maar het was ook een bedankje voor jullie. Omdat ik weer 3 miljoen views gehaald had. Dus dat vond ik ook wel leuk om dan weer wat te doen. Soms doe je gewoon wat gekkigheid. Zo, dat was even een knijter van een signaal. Dus ik dacht ook een knijter van een munt. Maar ik zie een gat erin zitten. Dus ik denk dat het een hondenpenning is. En dan zal het ook wel een moderne hondenpenning zijn. Ja, staat erop. Rakker. Rakkert. Wacht even. Altijd water bij de hand. Ik wil even een beetje schoonmaken. Het is lekker warm trouwens. Wat staat erop? Rakker. Mendelstraat 90 in Aalsmeer. Nou. Oh. Haha. Die is echt heel oud. Er staat nog een kerngetal voor. Nou, misschien ga ik hem wel langs brengen. Ik denk dat het helemaal niet ver weg is, de Mendelstraat. Komt hij aan? Tada. Hij zit al tussen het gleuf. Je kunt er zo tussenuit pikken. 20? Ja. 20 centjes. Dat is wel te onthouden, toch? Ach, een blikje in die grond. Nou, het begint een beetje donkerder te worden. En het is voor mij tijd om te stoppen. Ik had nog wel een uurtje door willen gaan, maar ja. Hè? De tijd die geeft niet altijd mee. Vonden jullie dit nou een leuke video? Vergeet even niet te abonneren, te liken, maar zeker niet te reageren. Ik vind het gewoon leuk om jullie reacties te lezen. Gewoon... Ik lees ze allemaal. Ik vind het echt. Ik vind het reageren onder mijn video's vind ik nog leuker als het abonneren. Dus vergeet niet te reageren. Vind ik leuk. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.